Goedemorgen. Nou, geen nachtzwaluw gezien. Wel gehoord natuurlijk. Maar wel een leuke wandeling voor de boeg. En de loop over waterwandeling van vandaag begint hier bij het bezoekerscentrum van de Sallandse Heuvelrug. Aan de kant van Nijverdal. Je kunt natuurlijk naar de website gaan. Daar staat de wandeling beschreven. Je kunt hem ook downloaden als audiotour. Koptelefoontje op. En lopen. Heerlijk toch? De wandeling heeft een lengte van 6 kilometer. Heuveltoppen van 70 meter hoog. En je gaat langs jeneverbessen en eikenstoven en door prachtig heidegebied. We hebben afgesproken met Arend. En Arend heeft een interview met de KRO Radio 1 over het koorhoorn. Hij is heel beroemd hier. Als we nou even uitgaan van 15 koorhoenders, dan kosten die koorhoenders 20.000 euro per stuk. En dat wil de provincie het Rijk tot nu toe ook niet betalen. Ja, wat vindt u daarvan? Prachtige cijfers, maar ik vind het een beetje onzin. Het gaat om het leefgebied van een koorhoen, het heidemilieu, daar doen we het voor. En we moeten ook ontzettend trots zijn, niet alleen als Nijverdaller of als Haltenaar hier plaatselijk, maar als Nederlander, dat wij nog in Nederland koorhoens hebben. Dit is het laatste gebiedje van Nederland waar nog koorhoens voorkomen. Oké, we hebben ze niet gezien. Ze zijn moeilijk te spotten, maar als je ze ziet heb je ook meteen een onbetaalbare ervaring. Sorry voor de woordspeling. Iedereen komt natuurlijk naar de Sallandse Heuvelrug voor het koorhoen, maar er zijn er niet meer zoveel. Nee. Maar ze zijn er nog. Ja. En wij hebben nog de laatste 20 jaar waren ze eigenlijk in heel Nederland vertrokken. Alleen hier zitten ze nog. We zitten, van voorjaar zaten we op 7 hanen. Ja. En de hennen, die zie je minder. Maar we mogen toch aannemen dat als je 7 hanen ziet, dat je in ieder geval het dubbele aantal hennen hebt. Oké. Maar het kan zijn dat zo'n beestje dan uitsterft. Ja. Dat kan. Dat kan en dat is verschrikkelijk jammer. Een koorhoen is natuurlijk een soort die gebonden is aan Nederlands landschap. Hè. Het is een oerhoenderachtige. Ja. Een oerhoender. En als we die uit onze vingers laten glippen, dan hebben we iets fout gedaan. Maar is het dan ook natuur als die niet meer voorkomt? Ja, maar het is niet alleen het koorhoen. We praten over het koorhoen, maar in die slipstream van de koorhoen verdwijnen heel veel organismen. Dus die biodiversiteit, daar gaat het om. Het gaat niet sec om die koorhoen. Okay. Het is een hele leefmilieu dat aan het verdwijnen is. Hoe kan je het koorhoen redden? Door in ieder geval open plekken te creëren, grote stukken open heide. En heide is onlosmakelijk verbonden met akkertjes. En dat oude landschap, wat vroeger hier massaal aanwezig was, ja. Akkertjes met heel veel kruiden en oude landbouwgewassen en de heide, daar zou ik voor kunnen kiezen. En dat is waar jij je overdag mee bezighoudt? Waar je daar over nadenkt. Daar denken we over na. Ja. Zullen we verder gaan? Ja. Wat zoek je nou? Ik zoek eigenlijk naar hazelwormen, maar die zitten dan wel onder die berkenstammetjes. En hoe ziet die eruit? Nou, het is een worm. Hij glanst ook als een regenworm. Ja. Maar het is eigenlijk een hagedis op de poten. Ja, hier heb ik er een. Heb je hem? Kijk eens. Dat is een jonkie. Jeetje, wat goed zeg. Wauw. Het is een hagedisachtige. Het is een hagedis. Het is een pootloos hagedis. Kijk, nou is hij nog... Kijk, het zie je niet zo snel. Hij glanst ook als een regenworm, hè? Maar het is best bijzonder, hè, dat je hem nu vindt. Mooi, hè? Ja, het is heel bijzonder. Jeetje. Dit is nog maar een kleintje. Ja, hoe groot worden ze? Ze kunnen een half meter worden. 40 centimeter. Jeetje, razendsnel, hè? Ja. Ja. Omdat het nou nog smorgens vroeg is... niet al te warm is, zijn ze nog wat traag. Prachtige dieren. Ja, waanzinnig zeg. Wauw, hé. Mooi, hè? Ja, goed, hè? De geluksdag. Ja.
Wat is dat voor die daar, die vorm daar? Ja, dat is een hele bijzondere. Al die bomen die hier staan zijn heel bijzonder. Het zijn allemaal eiken. En de meeste zijn ook wintereiken. Ja. Wintereiken. Je hebt in Nederland zomereiken en wintereiken. En die wintereiken zijn in Nederland vrij zeldzaam. Maar ja. Dit zijn over het algemeen wintereiken. En dit is natuurlijk wel heel bijzonder. Hè? Als je zo'n boom tegenkomt. Je hoeft helemaal niet te praten met bomen. Maar als je zo'n boom tegenkomt, dan krijg je energie van. Hè? Als je daar zo gaat staan, Bas. Hè? Hoe ongeveer zo? Hè? Voel je dat dan? Voel je dan ook wat? En dan krijg je toch energie van. Wil je ook even voelen? Ja. Kom, voel eens met je hand. Even. Handen erop. Kom jongens. Ja. Voel je het ook of niet? Dat is energie. Dan kun je het niet ontkennen dat je niks met bomen hebt, hè? Daar krijg je energie van. En dit? Maar hoe komt hij aan zijn vorm? Nee, eerst even aan zijn vorm. Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. Hoe komt een eik? Want een normale eik heeft een stam. Ja. En deze heeft geen stam. Nou, hier werd vroeger heel veel. Hier had je heel veel leerlooierijtjes. Kleine, hele kleine eenmansbedrijfjes, boeren die wat verdienden in de leerlooierij. En looizuur haalden ze uit de eikenschors. Dus alle eikenbomen die hier groeiden, die werden steeds afgezet. Daar werd de schors afgehaald. En die groeiden op een gegeven moment steeds weer uit. En dan na 20 jaar, als die eiken een behoorlijke volume hadden, werden ze weer afgezaagd. Dus er ging eeuwen, generaties op generaties, gingen dus door. Tot op een gegeven moment die leerlooierij in elkaar stortte en niet meer rendabel was. Toen zijn die bomen uit gaan groeien tot wat ze nu zijn. Als je hier gaat graven, als je dit bloot zou leggen, wat zie je dan? Wat kom je dan tegen? Nou, daar zie je een hele grote doorsnede van een eikenstam. Maar ja, dat valt. Maar dat kan enorm zijn. Er zijn wel omtrekken van 15 tot 20 meter. Wat? Ja. Ja. Ze hebben een onderzoek gedaan dat de oudste van die eikenstoven, dat ze meer dan 1000 jaar oud zijn. 1015 jaar oud, 1500 jaar oud. Daarom is het ook echt, dit is majestueus. Dit is heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ga er nog maar eens even tegenaan staan. Absoluut. Wat een rust. En straks de bijen van Gerrit. Het waterputje van Henk. En waterprofessor Jo.